auto versneld. En de start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Bliksemstart van in ieder geval aan de binnenkant Rob de Benk. Ook Florijn aan de buitenkant gaat mee. Red Light DC wordt zoals aangekondigd teruggenomen. En Otero heeft ook een goede start. Yellow Way ligt ertussen. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. En Ebbing heeft al even omgekeken waar onder andere Yellow Way zit. Die ligt vlak achter hem in het tweede spoor. En de leiding is overgenomen door Florijn. Florijn, Rob de Benk gaat gelijk naar het tweede spoor. Dan denkt Miras, dan ga ik gelijk dat gaatje in. En dan gaat dat nu proberen met Red Light DC. Maar het is nog een hele klus om het gat dicht te lopen. Ik ben heel benieuwd naar de opening. Die gaat onder de 1-10 zijn. Florijn die leidt. Florijn, daar gaan we naar de opening. Florijn opent een 1-10-7. Florijn een 1-10-7. En waar ik zojuist zei, Jeffrey Miras, bedoelde ik Jim Veldman. Maar dat mag de pret ook niet drukken. We gaan op weg naar de volgende bocht. Florijn houdt daar de kop. Florijn, daarachter op de tweede plek aan de relingzijde, ligt Rob de Benk. De derde plek aan de buitenkant is voor Otero. Vierde aan de relingzijde Red Light DC. En daarachter volgt Yellow Way, de favoriet. Ismael F. Boko voorlaatst aan de relingzijde. En laatst aan de buitenkant is Intouchable. Zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. En de leiding blijft in de handen van Florijn. Florijn die meestal het tempo even uit de koers haalt als hij goed te regelen is. En dat is hij vandaag uitstekend. Florijn die zet nu neer 1.15.6. Dat deed hij in de kwalificatie een tijdje terug ook. Toen liep hij ook de derde 500 meter in 15 en daarna ging hij in 12 weer naar huis. Dat kan hij. Kijken of dat vandaag ook lukt. Maar Yellow Way zal zich daar niet zomaar bij neerleggen. Yellow Way die wat flegmatiek oogt op dit moment. Wordt even wakker gemaakt door Jaap van Rijn. Ligt op de vierde plek aan de buitenkant. En gaat zo langzamerhand al een half spoor naar buiten. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. We zijn in eerste de rechte lijn overzijde met Florijn. Florijn, Rob de Benk krijgt een hele mooie koers. Daar gaat Yellow Way naar het derde spoor. Heel aarzelend, want Otero ligt er nog steeds voor. Nu gaat hij er wel naast komen en nu gaat hij in de aanval. Daar komt Yellow Way aan de buitenzijde. De aanval van de favoriet en de favoriet schuift hard op. 17-1 was de tussentijd. En hij komt in een flits naast Florijn. Florijn aan de binnenkant, Yellow Way aan de buitenzijde. Rob de Benk ligt op plek 3. En aan de relingzijde gaat Red Light DC lekker mee. En zo gaan ze de laatste bocht door. Inmiddels zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht. En het is nog altijd Florijn die leidt. Yellow Way heeft het niet makkelijk en springt. Yellow Way maakt een fout en dat kost hem de koers aan de binnenkant. Nummer 4, nummer 4 gaan op. Gaat Red Light DC nu naar de tweede plaats en Rob de Benk probeert hem daar weer van af te houden. Paard in de laatste rechte lijn en het is de dag van Dekker vandaag, want hij wint hier met Florijn. Hij klopt hier Yellow Way en daar had Yellow Way zelf een belangrijk aandeel in. 12-5 de laatste 500 meter en het is Florijn die wint. Tweede Rob de Benk, derde is Red Light DC. 14-1 voor de winnaar. Vierde Ismael F. Boko.